Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. En dit keer gaan we het hebben over misschien wel het mooiste onderwerp van alles, de liefde. Een tijdje geleden had ik een post geplaatst over uh, hoe we dit huis gemanifesteerd hebben en hoe ik uh, mijn omzet manifesteer. En toen zette ik daar de zin bij, ja, ik heb zelfs mijn man gemanifesteerd 18 jaar geleden. Nou, ik, uh, ik heb het geweten. Ik kreeg echt wel meerdere mensen uh, logische wijze natuurlijk de reactie. Ja Marjolein, hoe dan? Hoe heb je dat gedaan? En nou, toen dacht ik, uh, oké, okay, time for a new podcast. Want dit kan ik niet zomaar uitleggen in, uh, in een DM of in een kort bericht. Dus ik ga je meenemen naar hoe ik dat destijds gedaan heb. Ik hoop dat het je inspireert om het natuurlijk op jouw manier te gaan doen. Maar vooral om te geloven in dat de liefde... Er voor iedereen is. Ik weet echt zeker dat we allemaal hier een match op deze aardkloot hebben. We hebben allemaal iemand die bij ons past. En um, soms is het nodig om door ons eigen perfect geschetste plaatje heen te kijken en om eigenlijk alles wat, ja, wat, wat is opgelegd deze tijd, fysiek en, en en materialistisch en dat soort zaken, om dat los te laten en om Echt naar die basis te gaan, want daar vind je liefde op een heel ander niveau. Daar vind je blijvende liefde. Dus ik neem je mee in hoe ik dat deed 18 jaar geleden, ruim 18 jaar geleden inmiddels. Ik moet zeggen ten eerste dat ik daarvoor mijn eerste relatie, mijn eerste echte relatie was ook een lange relatie. Geweldig lief jongen, ik was, uh, ik was toen echt tiener. Um, super lief jongen. Ik heb daar ongeveer 5,5 jaar een, een relatie mee gehad. Maar we groeiden gewoon uit elkaar. Uh, logisch hè. We, ik, ik was heel, heel, heel jong, hij ook. En um, naarmate dat je ouder wordt, dan ga je nog meer je eigen identiteit ontwikkelen. Dus ik was toen op een gegeven moment single. En toen date ik met een paar, nou ja. Niet echt passende jongens, of het kan mij niet eens tot daten. Het was eigenlijk gewoon meteen heel erg oppervlakkig en uh, uh, totaal niet passend bij wie ik was. En ik voelde me toen ja, echt wel een beetje ervan balend. Van jeetje, weet je wel, hoe werkt dit nou hier? Waarom is het allemaal zo ingewikkeld? En toen reed ik naar huis, was ongeveer een trip van een half uur. En toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. En ik ben er al klaar voor om echt mijn liefde te vinden. En ik ga nu bepalen, en ik wist dat heel erg resoluut, wat voor iemand dat is en wat ik echt nodig heb. En toen hield ik een gesprek hardop. Ik was, gewoon, ik was toch alleen. Dus gewoon lekker hardop aan het praten in de auto. Met het universum. En ik denk dat daarin de eerste stap ook is van stel je open um, voor de ervaring. Geloof dat jij ook de liefde verdient. Want ik voelde dat echt. Ik, ik verdien dit niet om, uh, om echt zo ja, gewoon verkeerd um, behandeld te worden. Ik verdien het om behandeld te worden als een prinses. Ik, ik verdien het om mijn grootste vrouwelijkheid, om dat gevierd te zien. Ik verdien een man die er echt altijd voor mij is. En die van mij houdt, precies zoals ik ben, en die me laat groeien, en die mij als mens het meeste uit mezelf laat halen. En dat, waar, dat was eigenlijk dan dus ook de basis. Ik ging nadenken: van wat is nou het allerbelangrijkste? En dan niet over uiterlijk of niet over die bovenste materialistische lagen, zoals geld of status of wat we ouderijting, nee. Hoe is hij? En als het een vrouw is, is het natuurlijk zij. Maar voor mij was het hoe is hij als mens? Op mentaal niveau, op emotioneel niveau, op spiritueel niveau, op, op energetisch niveau. Hoe wil ik me voelen bij hem? Wat is als wij allebei uitgezakt en oud waren? Wat, wat is er dan over? Waar gaat het nou echt op? En dat is misschien het belangrijkste om mee te beginnen. Wat is het fundament? Waarop je elkaar raakt? Wat is die vruchtbare grond waarop je je de rest van je leven wil bouwen? Met wat voor een persoon is dat? En ik vond vooral ook echt dat stukje van hoe wil ik me bij hem voelen? Uh, vond ik een hele erg belangrijke. Want ik wilde me bij hem veilig voelen. Ik wilde me bij hem vrij voelen. Ik wilde me. Uh, bij hem echt gewoon gewaardeerd voelen om wie ik ben, ondanks mijn gekkigheid of mijn onzekerheden die ik had over mezelf, over mijn lichaam, maar dat hij, dat hij me helemaal zou accepteren zoals ik ben en dat hij dat juist mooi zou vinden. Dat ik wilde dat hij me zou inspireren. Ik, wat ik belangrijk vond, was een man met humor, met een geweldig hart, met zachtheid, met, met zorgzaamheid en Intelligentie. Ik, ik heb echt nodig dat iemand mij intellectueel uitdaagt, dat, dat ik ook iets van hem ook kan leren. Dat vond ik zo erg belangrijk. En belangrijk is van uh, hoe laat deze persoon jou ook groeien? Hoe haalt deze persoon het beste in jou naar boven? En hoe weet je ook dat je je soulmate gevonden hebt? Hoe voelt dat dan? En dat waren, ja, dat was eigenlijk een heel intuïtief gesprek waarin ik gewoon maar, nou maar liep te lullen terwijl dat ik auto reed, uh, omdat ik het zo gedetailleerd mogelijk wilde hebben. Dus voor jou geldt ook: spreek het uit, maar schrijf het ook uit, visualiseer het en zorg dat het zo gedetailleerd mogelijk is. Dat je het echt tot op die kern gaat. Wat er in een volgende stap is, is dat je niet alleen maar visualiseert of praat of manifesteert in wat jij graag wil ontvangen. En wat jij belangrijk vindt en wat voor jou goed is. Maar ook wat heb jij te brengen? Waarom ben jij zijn of haar beste match? Wat, uh, wat doe jij om die persoon weer te laten groeien? Want de basis van liefde en de basis van heel veel, maar voor mij is het echt even mijn kernwaarde, is gelijkwaardigheid. Want je kunt geen relatie bouwen die het volhoudt op een prettige manier. Het gebeurt helaas vaak genoeg, maar dan zit daar heel veel pijn en lijden onder. Maar wil je een gelukkige, langdurige relatie, dan is gelijkwaardigheid de basis. Je moet je allebei gezien, gehoord, gerespecteerd en geëerd voelen. Je moet allebei voor elkaar willen zorgen, maar ook. Dat er voor je gezorgd mag worden. Dus het is continu uh, een, 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 een evenredigheid van energie en van geven en van ontvangen, omdat je allebei 50-50 in zo'n relatie zit. Of beter gezegd, allebei 100% in een relatie zit. En daarna kun je het fysieke toevoegen, maar nogmaals, het gaat er vooral om het gevoel dat die persoon jou geeft. Dat hij of zij je bijvoorbeeld veilig laat voelen, wat voor mij een heel erg belangrijke was. En ik voegde wel wat fysiek toe. <laughs> en dat was dat het allerbelangrijkste was: het was gewoon een beeld wat in me opkwam. Was dat hij een glimlach had, zoals mijn allereerste kindercrush. Dat was een jongen die had zo'n mooie Prince Charming lach, waar, waar ik zo elke keer naar liet staren. Ik dacht: van, Oh, dat is echt de mooiste lach van de hele wereld. En dat had ik eens van, oké, okay, dat zou echt fantastisch zijn. En I kid you not, hij heeft gewoon echt diezelfde lach. En uh, dus toen wist ik ook van, oh, dit is hem gewoon. Brengt me meteen ook naar de volgende stap. Is maak, als je dit allemaal gedaan hebt, hè, je hebt helemaal, je bent echt tot het tot diepste vanuit jezelf gegaan. Je hebt echt in jezelf gezocht. Wat heb ik echt nodig als al het vergankelijke weg is? Wat. Heb ik te brengen om die persoon ook echt het beste te bieden? Dus hoe zorg je dat je bij elkaar matcht? En maak daarna een pact met het universum. Ik sprak duidelijk af van wat zijn de signalen, zodat ik wist dat het hem is. En dan kan het een bepaalde toevalligheid zijn, zoals misschien een liedje of dat soort andere signs waarop je dan uh, zoekt. Um, je kunt ze niet allemaal van tevoren bepalen, dus wees ook gewoon breed daarin, iets als. En daarin is het belangrijkste, want dan weet je het echt: hoe zul je je voelen als het zover is? Hoe zul je je voelen als je die persoon vindt? Een belangrijke daarna is: durf jezelf over te geven. Want als je nog steeds eigenlijk niet klaar bent, hè, ik wil iets heel erg graag, maar ik ben niet bereid om mezelf bloot te geven. Of ik wil iets heel erg graag, maar ik wil zelf eigenlijk niet veranderen. Ik wil iets heel erg graag, maar ik vind gewoon dat hij dat alles aan mij moet geven. En dat ik niks terug hoef te geven. Of ik heb nog issues of dat soort zaken. Dan ga je hem ook niet vinden. Of haar. Want. Als jij de deur dicht hebt, hoe kan iemand anders dan binnenkomen? Dus het belangrijke is, is dat je, je ook echt ready voelt. En als dat niet zo is, hè, dat je toch denkt van nee, ik ben er nog niet ready voor, helemaal oké, okay. verander het gesprek dan wat je dan met het universum hebt in wat heb ik nu nodig om wel ready te zijn? Weet je, dus wees daarin ook wendbaar en, en fluide om jezelf ook het proces te gunnen. Als je dat dan weer gedaan hebt... en je kunt het ook opschrijven. Hè? Destijds, ik was aan het autorijden en het begon... dus ik denk, ik ga maar gewoon. Maar je kunt het ook opschrijven of je kunt een moodboard maken. Weet je hoe je je daarin voelt? Pak ook gewoon echt de tijd om dit proces in te gaan. Want het is ook een heel leuk proces. Het is gewoon heerlijk om over liefde en dat gevoel... wat het je geeft om daar al in te gaan staan. En wees dan ook vanaf dat moment die persoon... Die je te zijn bent om jouw ideale partner aan te trekken. Wees dan ook wat jouw ideale partner verdient. Ga daar vast in staan. Want als je namelijk voelt en weet wie ben ik ben als perfecte match van mijn soulmate en je bent die persoon nu al. Dan ga je automatisch ook personen aantrekken die daar weer bij, bij passen. Dus dat is natuurlijk ook de wet van aantrekking en van creatie. Als je nu energetisch al in die schoenen gaat staan, als jij energetisch die persoon al bent, en emotioneel en mentaal, hè, je groeit daar dus heen, dan zend je automatisch ook de signalen uit. De trillingen uit en de frequentie uit om die persoon aan te trekken die daar dus bij past. En je gaat dan ook automatisch kritischer kijken, omdat je gaat uh, matchen met personen die je graag wil. Dus misschien kan het daardoor zijn dat mannen of vrouwen waarop je hiervoor viel, dat die in één keer niet meer zo aantrekkelijk zijn. Dat komt ook omdat jij zelf ook jezelf aan het veranderen bent en omdat jij zelf daardoor ook dus. Je perspectief en je scope en je, je radar ook anders instelt. En als je dat dan bent, laat het daarna ook los. Durf te vertrouwen dat die persoon op je pad komt, zolang jij je er zonder te forceren voor open blijft stellen. En dat is ook het lastigste altijd: van manifesteren, want we willen iets en we willen het nu. Alleen heb er vertrouwen in dat die. Persoon naar jou toe komt op het moment dat het ook past. En het lastige daarvan is, is dat ook te accepteren. Die begrijp ik, dat snap ik. Alleen als je het namelijk gaat forceren en als je heel erg erop gaat drukken, stel je dan voor wat je dan uitzendt. Trek je dan wel de juiste persoon aan? Of laat je het niet meer ontstaan, maar ben je eigenlijk weer aan het Controle of aan het sturen, waardoor die gelijkwaardigheid ook wat minder wordt. Dus, dit is een lastige, maar wel echt ontzettend belangrijk. Laat het gewoon los. Wees gewoon jezelf. Stap in die rol ook en in dat gevoel van die persoon die jij bent, als je soulmate het mooiste van jezelf naar boven haalt. En eigenlijk heb je dan misschien wel nog ineens even iemand nodig. Want. Eerst is dat ook iets heel moois om van te genieten. Van wow, wat voel ik me sterk en wat voel ik me goed. En daardoor andere keuzes gaat maken. Dus geniet er ook van, van dat proces. En belangrijke, wees ook bereid dat het niet 100% klopt. En daar, heb ik zelf de, ja, daar ben ik zelf voor echt het voorbeeld van. Ik had hem ook niet zo duidelijk gemanifesteerd. als ik had aangegeven bij het fysieke stuk... Um, dat naast die lach dat het verder. Um, weet je dat hij niet Mr. Perfect hoefde te zijn. Want van een mooie tafel kun je immers niet eten. Dat zei mijn oma altijd. Ik weet niet waarom, maar dat kwam in mij op. Misschien was mijn oma ook wel bij dat gesprek. Um, en wat bleek, is ik. Ik heb mijn man online leren kennen. En toen ik hem zag, was hij kleiner dan ik. En ik echt. Ik. Zoende niet eens met jongens die echt er fantastisch uitzagen, wat echt modellen waren, maar die gewoon kleiner waren dan ik. Dat deed ik niet principieel, want ik voelde me dan altijd zo'n zo Fiona, weet je wel, zo'n grote vrouw met zo'n klein mannetje. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus dat was echt gewoon, het was gewoon een no-go. Het was echt een no-go. Ik deed het niet. En toen ik hem dus online leerde kennen, en toen ik hem zag en. Wij hebben heel lang, hij komt uit Denemarken. We hebben eerst heel lang met elkaar zitten chatten, zitten bellen en zitten webcam. Dus ik was al helemaal verliefd. Alleen ik dacht dus dat hij 1,87 was. Dat was ook wat hij schreef. Maar hij bleek dus 1,78 te zijn. Dus die. De cijfertjes waren omgedraaid. En dat was maar goed ook. Want als ik dat toen geweten had, dan had ik hem waarschijnlijk meteen al... Um, ja, dan had ik meteen al gezegd via ja, laat maar zitten dan. Heel erg dom, maar goed. En toen zag ik hem en toen dacht ik... Kut, hij is klein. Kut. En toen dacht ik nog van shit, 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 ik moet vluchten. <laughs> kreeg ik even nog die angst. Maar ja, toen zag ik hem en toen zoenden we elkaar. En toen was alles goed. En... Um, Daaruit blijkt dus van wees ook gewoon bereid dat niet alles 100% is zoals je het hebt voorgesteld, maar dat het juist weer gaat om dat gevoel. Want hij kan mij ondanks dat hij kleiner is dan ik, kan hij me als een heel klein, kwetsbaar, beschermd meisje laten voelen en dat was het gevoel wat ik nodig had. En hij is qua mens echt alles wat ik verlang en wat ik nodig heb. En ook al vind ik hem soms scheid irritant, dat hoort er gewoon bij, weet je wel? Het kan niet Roos, schuren voor de rest van je leven zijn... want dan, dan groei je ook niet. Weet je, je hebt soms ook gewoon die schuring nodig. Um, mocht je dus gaan daten, hè, nadat je dus gemanifesteerd hebt... en het is het toch, toch niet, het kan hè... dat je denkt, nee, dit is hem niet of dit is haar niet. Wees dan nieuwsgierig en speels en zonder oordeel... maar gewoon vanuit een onderzoekstand... Kijk eens wat dan wel en wat niet resoneert met jouw verlangen. En waarom dat dan zo is. En doordat je dat doet, leer je beter af te stemmen op wat dan wel. En dit heeft mij mijn lieve man gebracht. Echt, hij is echt hij is mijn soulmate. Hij is mijn maatje. Um, hij is echt de liefde van mijn leven. En daar ben ik zo dankbaar dat ik gewoon daar. Ik moest hem uit Denemarken halen. Maar goed, ik ben zo dankbaar dat hij in mijn leven gekomen is. En ik geloof echt dat wij voor elkaar de juiste match zijn. En um, hij zegt ook: Van ik, ik had nooit verwacht dat ik naar Nederland zou gaan voor de liefde. Alleen wist hij altijd wel, is ook wel weer mooi. Daarin manifesteerde hij het dus ook. Hij wist wel altijd dat hij naar het buitenland zou gaan. Dat had hij een gevoel bij, zijn. Die vroeger ook tegen zijn ouders. Dus daarin manifesteerde hij ook mij. En ik hoop dat deze podcast je helpt, dat het je inspireert. Als je vragen erop hebt, vraag aan me. Ik zal alles beantwoorden wat ik weet vanuit mijn eigen ervaring. En ik hoop vooral dat het jou gaat helpen in het manifesteren van de liefde van jouw leven. En ik weet wel dat ik deze methode al op een paar andere mensen al getest heb. En daar zijn wel hele goede relaties uitgekomen die er nog steeds zijn. Dus dat, ik ga nog niet zeggen dat het een proven concept is. Maar ik denk dat het wel aardig in de hoed komt. <laughs> um, ja, nou dit was het. Ik hoop echt oprecht dat je mee aan de slag gaat. Heb er ook plezier in. Het is een mooi proces. Het is een liefdevol proces. En dat begint al bij jezelf, hè? bij jezelf dus op waarde schatten. Zelf in die rol stappen van de mooiste partner die je kan zijn. En vanuit daar geloof ik oprecht dat de beste persoon die bij jou hoort op je pad komt wanneer dat zo bestemd is. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag.